We gaan nu naar onze volgende gast, meneer Robert van Trikt. Bent u er? Goedemorgen, ik ben er, ja. Ja, het is een goedemorgen in Suriname en het is hier natuurlijk goedemiddag. Dag, meneer Van Trikt. Ja, hoe is het, meneer Van Trikt, Robert, hoe is het met je? Met mij gaat het oké. Okay. Het zijn de vriesdagen in Suriname en er wordt zo wat erop losgefeest eigenlijk, zal ik zeggen. Er wordt erop losgefeest, maar dat is maar abo niet voor vier visa. Ik denk, wij Surinamers die laten geen moment voorbij gaan om te vieren wat er te vieren valt, wat altijd zo traditioneel aanwezig is. En even dat moment benutten om de ellende te kunnen vergeten. Het hoort erbij, het hoort erbij. Ja. Oké. Okay. Robert, de OMO's zijn geïntroduceerd door het kabinet Santokki. Door de centrale bank. Het is in 2019 gestart, op een hele andere wijze natuurlijk. Ja. Wat weliswaar zijn vrucht heeft afgeworpen in 2019. Zie je ook aan het terugbrengen van de overliquiditeiten van de SRD voornamelijk. Die in omloop waren, want daarvoor is het instrument eigenlijk wel bestemd. Het is dus een bestaand instrument wat wereldwijd wordt toegepast. Dus daarmee kan je in ieder geval de efficiëntie behouden en de druk op de koers als mede op de inflatie beperken. Ja, maar waar ging het mis? Het gaat mis het momentum dat je een OMO organiseert voor een kort termijn. En tegen rentevergoedingen aan bankinstellingen die internationaal en nationaal gewoon niet gebruikelijk zijn. Dus dan hebben we het over rentepercentages van 80-90%. Ja, dan zal ik al zeggen, meneer Venlo, waar in de hemel krijg je dat in de wereld? Want als je dat bereikt, weet je in ieder geval dat je mensen gigantisch rijk maakt in een hele korte tijd. Ja. Maar waarom heeft men dit gedaan? Want men probeert eerst natuurlijk de overtollige liquiditeiten terug te dringen. De hoeveelheid maatschappelijk geld terug te dringen. Maar waarom heeft men hiervoor gekozen? Termijndeposito's waarbij 80-90% rentevergoeding werd gegeven. Wat is het effect hiervan op monetair en op de Surinaamse samenleving? En ten tweede, bestaat er een causaal verband tussen de OMO's, het uitbrengen van de OMO's, dus de noem maar op, en de koersexplosie? Die heeft plaatsgevonden in 2023, maar ook al in 2022. Nou, je ziet het heel goed in het jaar 2022. Je moet bedenken dat in het jaar 2019 en max 2020 er rondom de 8,5 miljard in omloop was. Dat is op je rekening en cashgelden van de SRD. Mm-hmm. En als je dat nu bekijkt bij de centrale bankdata, is dat rondom de 22 miljard. Dus er is in pakweg 3 jaar... een 14 miljard bijgekomen in omloop. In omloop, de maatschappelijke hoeveelheid geld. Juist. Maar ik hoor aan de andere kant dat er toch een tekort is aan SRD's. Hoe kan dat? Dus de SRD's nemen wel af. Er is de enorme toevloed van valuta momenteel. Dat zie je ook. De SRD wordt inmiddels betekend als goud. Met andere woorden, SRD is gewild. Dus aan de ene kant heb je dan wel van de koers zie je in één klap in de maand december, november enorm dalen. Maar dat heeft weer een elastisch probleem, want als het te snel gaat, is het verstoor je weer de markt. Want dat gaat impact hebben op niet alleen maar de exporten, maar je gaat dat ook weer krijgen in het volgend jaar wanneer het verkiezingsjaar begint met exponentiële uitgaven en populistische projecten. Dat is altijd zo. Weer enorm in de SRD's gepompt gaan worden. En hoeveel is de SRD op dit moment als we kijken naar de koers? Gisteren nog 36,50. 36,50, dus het is wel de afgelopen periode wat gezakt.
een trend naar beneden. Ja. Wat zijn de perspectieven? Wat denkt u zelf? Zal het nog verder dalen? Zullen we straks in 2024 weer een opwaartse koersontwikkeling zien? Nou, je wil nooit dat een koers stijgt in een bepaalde snelheid of daalt in een bepaalde snelheid. Ik denk dat eerder beleidsmakers zich moeten houden aan het stukje van stabiliteit. Ja. En dat het beste is eigenlijk dat je ook je planning kunt maken voor een heel jaar. Of meerdere jaren zou je bijna zeggen, toch? Ja. Dus als wij dat vaststellen, bijvoorbeeld het is 38 of het is 40, ja, dan is het 40. En de prijzen hebben zich al aangepast aan dat niveau. De leefomstandigheden hebben zich aangepast aan dat niveau. Onderhandelingen geschieden op basis van dat niveau in de vorm van hoeveel kunnen wij erbij krijgen of onderhandelen van CAO. En de inflatie is inmiddels ook al afgesloten voor het jaar 2023 op 40%. Ja. Dus ja. Dan verwacht je enige stabiliteit. Kijk, als je dat gaat onderhandelen en je zegt van hey, ik neem er nu 10% of 20% aan salarisverhogingen en volgend jaar zitten we weer met een prijsstijging of een overtollige besteding van SRB's, ja, dan hebben we het nakijken weer. Maar kan een koersdaling niet gezien worden als een vorm van stabiliteit? Een koersdaling niet zozeer, want dat hangt zeer af van wat is de influx van de valuta op dit moment. En ja, je hebt gezien dat de goud enorm is gestegen tot zijn piek nog 2 weken geleden tot $21.77 voor een troy ons. We zijn een goudproducerend land. Ja. Dus de royalties zijn meer. Staatsolie draagt enorm bij. De retentie heeft gewerkt van 1,5 jaar inmiddels dat goudbedrijven zich hebben ingespannen om 30% of 28% in te wisselen van hun USD in SRD. Dus ja, er is gewoon nu sprake van een overflow in euro's en USD. Ja. Er is ook een seizoen hoor, daar niet van, dat altijd in Suriname plaatsvindt. Wordt er geen goud opgekocht door de Centrale Bank van Suriname? Ik heb het niet gemerkt met de toename van de goudreserve. Die is nog steeds op hetzelfde niveau als 2019. Rondom de 80 miljoen. Dat was een stijging in 2019 van 30 naar 80 miljoen. Want daar werd dus wel goud opgekocht met de SRD. Ik denk dat het voornaamste doel wat de Centrale Bank ook zou moeten nastreven. Ik ben nog steeds de mening toegedaan dat alle goud eigenlijk door de Centrale Bank gehandeld moet worden en verhandeld moet worden. Zodat je eigenlijk de opbouw hebt van de internationale reserve die weer de dekking is van de SRD. Besef ook Wesley en Owen dat wij vanaf volgend jaar weer beginnen met de lening aflossen. De nieuwe Oppenheimer-bond die is uitgevaardigd, waar ik niet zo plezierig mee ben. Maar ja, het wordt wel afgelost, want je bent dan wel uit de default-status. Moeten we januari weer harde valuta neertellen om de leningen af te lossen. Dus het is nog erg speculatief en kijken hoe dit zich zal ontwikkelen. Want dat is voor het eerst dat deze regering dus weer de buitenlandse verplichtingen aangaat. Ja, de minister van Financiën, Stanley Dagobarsi, heeft onlangs gezegd dat niet de centrale bank de OMOES zal moeten aflossen, maar dat de bevolking dit zal moeten aflossen. En ik heb ook gehoord, gemerkt, dat het geleid heeft tot enige beroering in de Nationale Assemblée. Enorme beroering, ook in de samenleving. Het is, ja, natuurlijk. Het is als een donderslag neergevallen. Want we hadden al gelezen in de krant bij de persverklaring van de Centrale Bank dat de verliezen zouden komen ten laste van de verlies- en winstrekening van de Centrale Bank. Dus dat ze daarmee inderdaad toegeven van het heeft geleden tot een enorm nadeel voor de Centrale Bank en de staat. Bij het bevoordelen van particulieren en particuliere banken, en dat zijn er maar 3, want niet allemaal hebben geparticipeerd in dit gedeelte. Ja. Je ziet vervolgens ook dat enorme winsten worden gepresenteerd door die particuliere banken. Je ziet stijgingen van 103% en 87%, wat erg, dat is ongehoord eigenlijk in de financiële sector.
Dat merk je ook in Europa als in Amerika, dat als je deze winsten gaat presenteren en stijgingen in een jaar, dan zonder uitzettingen naar de kredietverleners, dan moet je vraagtekens beginnen te plaatsen. Dus de opmerking van de minister, dat is enigszins terecht, want de centrale bank en de staat zijn inderdaad één. Met andere woorden, of de bank een verlies maakt, dan is het ten laste van de staat. De staat. Ja. En als de bank een winst maakt, dan is het ten koste van de staat. Zo simpel is het. Ja. Maar nu heb je een situatie waarbij particuliere banken wel forse winsten gemaakt hebben. En dat is gegaan ten nadele van de staat, ten nadele van de bevolking. Juist. En dat de minister dan met... ik stond ook met stupide verbazing te kijken naar de TNA op dat moment. Ik denk van ja, het is een politiek onverantwoord antwoord, maar je bent eerlijk daar niet van. Want hij staat ook nog 100% achter het rapport. En in dit geval is er een rapport uitgevaardigd. Het rapport Beschouwing Open Marktoperaties, uitgevaardigd door de heer Jim Bouzaïd, de heer Glenn Gersie en de heer Stanley Ragubasin, die vervolgens uit de commissie is gegaan, want hij werd toen minister van Financiën. Maar het rapport is helder en clear, 36 pagina's tellend rapport, wat zeer vernietigend is met bewoordingen als zelfverrijking, machtsmisbruik, voordeel en we noemen zelfs dat het enigszins duidt op strafbare handelingen. Het rapport is 30 december 2022 uitgevaardigd van de Presidentiële Commissie en tot dusver hebben buitenparlementaire organisaties, waaronder PALU, hebben enorm veel aanmerkingen gemaakt en de Ponzi scheme genoemd en piramidespel, als mede parlementariërs inderdaad, zowel coalitie als oppositie. Is dat rapport besproken in de Nationale Assemblée? Dat rapport van december 2022? Het is door de minister aangeleverd in de Nationale Assemblée. Dus het is publiek domein. Ja. En er zijn heel wat opmerkingen gemaakt door de heer Steven Chang, door de heer Gregory Rusland, door Aziz Gayadin, op verschillende media en en in de kranten zie je het eigenlijk overal staan. De heer Gersie is uitgekomen. Eigenlijk hoef ik alleen maar toe te lichten dat het een vrij simpel fenomeen is waarbij uw gelden die u hebt staan bij de bank zijn gebruikt, en het rapport praat over oneigenlijk gebruik, van de toevertrouwde middelen om gigantische winsten te maken met rentes die internationaal niet verklaarbaar zijn, op basis van handelingen die de centrale bank op zichzelf niet kan dragen. En je hoort ook een directeur van de Monetaire Zaken, Economische Aangelegenheden aangeven, ja, het zijn de toekomstige inkomsten die gecapitaliseerd zijn. Ja, dan vraag je je af, maar welke toekomstige inkomsten heb je dan gecapitaliseerd? Want er is geen enkel hard onderpand gegeven om deze kosten te dekken. Daarom staat er ook dat de centrale bank dit niet zou kunnen dragen. Dus het moet het volk gaan dragen. En daar gaat bij mij de vraag reizen, Wesley en Owen. Ja. Dus het is uw geld dat is gebruikt om gigantische winst te maken. En vervolgens moet u de rekening betalen. Ja. Inderdaad. En wat ik ook niet begrijp, dat is de potentiële inkomsten uit de goudsector. We praten erover. Ze doen het niet. Het maximale eruit halen. Het dubbele overheidsapparaat. Bijna 60.000. Er werden 30.000 ongeveer moet zijn. Houdt men ook gewoon aan. Dus kortom, we doen weinig tot bijna niets aan vergroten van je inkomsten. En je gigantische uitgaven laat je gewoon zoals ze zijn of nog meer. Dus dat betekent toch op termijn dat je dus richting faillissement of weet ik veel wat
Chinese overname gaat. Ik bedoel, het is toch in perspectief. Ziet men dat dan niet? Ik bedoel, Robert, het is helder uit. Ja, het is echt vreselijk. Kijk, misschien omdat je de buitenlandse verplichtingen niet had in de afgelopen drie jaar. Dat je heel mooi hebt kunnen opbouwen met een besparing van je valuta. Want er is geen valuta uitstroom naar het buitenland in die zin. Hoeveel is nu de buitenlandse valuta reserve? Dus nu zitten ze rondom de 1,1 miljard. Bij de centrale bank? Bij de centrale bank. Maar zijn er ook andere geldstromen van buitenaf die niet bij de centrale bank terechtkomen? Ik heb het vermoeden van wel, omdat als Staatsolie bekendmaakt, net onlangs, dat ze 320 miljoen USD hebben bijgedragen aan de kas van de staat, dan zeg ik, ja, dan is het voor mij vrij logisch dat die 320 miljoen wordt bijgeschreven op de rekening. En dan zou je, dan moeten ze het op 1,4 miljard. Op de rekening van de centrale bank, maar dat is kennelijk dus niet gebeurd. Maar dat is kennelijk niet gebeurd, dus kan ik ook de vicepresident citeren, die op een gegeven moment zich afvraagt, waar is die 1,2 miljard gestopt? Maar waar blijven dan al die andere gelden dan? Geen idee. Geen idee. Als dat buiten comptabel wordt bijgehouden, of dat in een fonds. Nou, als ik me niet vergis, heeft de president zich ooit geuit dat dit bepaalde fondsen zit. Maar ja, ik heb daar geen enkel naslagwerk op gezien, nog door het parlement, nog door enige... Ik wacht eigenlijk op het rapport van de Algemene Rekenkamer, ja. Als die gepubliceerd mag worden, want dat is ook een verbod op... Maar ik kan me wel constateren dat ten aanzien van dit punt er geen transparantie bestaat, zeker niet van de zijde van de regering. Dat zijn niet eens uw woorden of mijn woorden, dat zijn nou zelf woorden van het IMF. Die dame die dat langs heeft weergegeven. Dus ja, ik heb wel sterk het idee dat het IMF en het IDB, dat ze Suriname helpen, omdat ze niet willen dat er een tweede Venezuela ontstaat op het Zuid-Amerikaanse continent. Ik verwacht in die zin dat het nog niet zo ver hoeft te zijn. Ik bedoel, ik zou niet trots zijn op een inflatie van 40%. Want het jaar daarvoor was het 55%, het jaar daarvoor was het 60%, het jaar daarvoor was het ook 60%. Dus is er enorme verarming geweest onder de bevolking. Ja. Aan de ene kant kan je wel zeggen dat dat een bewuste keuze is om de importen te blokkeren. Nou nee, als je armoede is, hoef je minder te importeren. Ja. De koopkracht neemt af. Dus, ja, klopt. Dat bespaart aan de ene kant ook wel de valute. Nou, dan kijk je dan vervolgens naar de exportinkomsten en die zijn bijna dubbele geweest van de importen. Ja. Dus er zit een enorme besparing aan de ene kant. Dat is goed. Ik denk dat er ook een soort van begrotingsdiscipline in komt. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik nog steeds de mening ben toegedaan dat leningen geen inkomsten zijn. Dat zijn uitermate leningen. En als je dan alle leningen bij elkaar optelt, ja, dan gaan we nu al richting de 5 miljard USD aan leningen. Ja. Ja, dat is natuurlijk, kan je het vooruitschuiven naar een volgende regeerperiode. Ja. Maar op een gegeven moment ga je het wel moeten oplossen. En dat is met dit OMO-gedeelte ook, want er zit nu 4,6 miljard gebonden, even zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk moet het ook weer de markt terug. Want je belegt een TD voor een bepaald termijn. Ja. En als die vrijvalt en de partijen hebben daar geen appetijt meer voor, ja, dan komt het ook weer in omloop. Dus, Owen, je hebt gelijk. Ja, het is een scenario waarbij je bijna zou zeggen, hey, we moeten zeer voorzichtig zijn met zo'n bubbel. Want anders heb je 2008 van de wereld. Ja. Maar Robert, de vooruitzichten voor 2024, financieel, economisch, sociaal? Het hangt af van de begrotingsbehandeling die wordt doorgevoerd. Maar meestal in een verkiezingsjaar beginnen de populistische projecten. En dat is Surinaams eigen, nou internationaal eigen. Ik bedoel, je ziet het in Nederland ook net voor het einde van het jaar dat heel veel projecten op de snelwegen wordt uitgevoerd. Want ja, moeten we de begroting gaan dichten. Maar hier
veelal met populistische projecten om toch gezien te kunnen worden. Dus ik hou mijn hart vast. En de buitenlandse leningen gaan beginnen worden betaald. Dus, maar als Suriname begint met het aflossen van de buitenlandse leningen, begin volgend jaar, gaat de Surinaamse bevolking dat ook voelen? Je gaat het zien, zolang wij niet hebben gedaan aan extra inkomstenverhogende maatregelen, met andere woorden, investeren in de productie. Ik bedoel, dat er nu een beetje economische groei is, is niet omdat we meer zijn gaan produceren, maar is door een internationale beweging van de goudprijzen tot het hoogste piek. Conjunctureel, maar ook omdat de importen zijn afgenomen ook. Ja, maar dan zie je op een gegeven moment dat je daarmee eigenlijk niet gaat scoren. Want wat is er dan, voor de productiesector geïnitieerd? Betekent dat bijvoorbeeld de banken nu gaan goedkopere leningen gaan doen aan productiesector samen met de overheid om dat te gaan stimuleren? Hoe wordt dat gestimuleerd? Integendeel. We kregen laatst de melding dat er zeewater zit bij de arealen van de rijstsector. Ja, dat betekent dat ze niet 11.000 hectare, wat voorheen al bijna richting de 40.000 hectare was, aan inzaaien. Maar nu zitten we op 11. Dat is een enorme terugval van onze rijstsector. Ik zie dat nog niet zo zitten. Ja, het is wat dat betreft, ik zou gewoon zeggen, we zitten even in een luchtbel die elke kant op kan, als het ware. Het is een mooi momentum momenteel om aan te geven van we hebben inderdaad wat reserves gespaard, maar zeggen we dat omdat we dan geen leningen hebben betaald, ja. Als ik 3 jaar mijn alimentatie niet betaal en ik heb vervolgens 180.000 op mijn rekening, dan ben ik niet rijk. Dan heb ik mijn kinderen laten verloederen. De Surinaamse economie drijft voornamelijk op olie en op goud. Ja, nou op goud, hout en visserij. Visserij is ook. Als we kijken naar de percentages, als je kijkt naar visserij, goud en olie, wat zijn heb je ongeveer een idee, indicatie van de percentages? Goud is sowieso het grootste. En dan heb je hout en dan de visserij. De olie-exporten van staatsolie voornamelijk dragen bij. Daarom hou ik mijn hart vast. Want ik zei, er moet echt een lange termijn plan worden gemaakt. Ja, hoe wij omgaan met de olie-inkomsten die daar binnenvloeien in het volgende termijn. Hoeveel bedragen de olieinkomsten op jaarbasis? Heb je enig idee? Als wat het zal zijn, ik denk dat we wel in de contraille van Guyana zouden kunnen performen. Wat betreft, het is er. Dus het heeft absoluut wel zijn voordelen voor Suriname. Alleen, hoe gaan wij beleid maken daaromheen? Want als wij 100 jaar hebben gezeten in de aluminium, en we hebben dit na 100 jaar teweeggebracht van ons geliefd Suriname. Hoe gaan we dan voort? Ja. Want aan geld zal het absoluut niet liggen. Al geef ik Suriname 10 miljard per jaar of zo. Wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we eigenlijk duurzaam het land ontwikkelen dat iedereen daar voordeel aan heeft? Ja, precies. Ja, want je kunt natuurlijk, de besteding is natuurlijk heel belangrijk om ook te kijken van welke vormen van bestedingen leiden tot duurzame ontwikkeling en leiden tot een gezonder Suriname. En vergeet niet, externe ontwikkelingen kunnen behoorlijk veel roet in het eten gooien. Want als de ellendige intenties van Venezuela doorgaan, dan kan er een crisissituatie ontstaan in dat hele gebied daar. En daar gaan we weer. Venezuela stuurt militaire richting Guyana. Het is zeer dichtbij. Dat moeten we ook beseffen op dat moment. Het gaat ook te maken hebben met hoe ga je om met vluchtelingen, migratie, stromen indien dat zich zou voordoen. Er zijn heel wat scenario's die je op voorhand zou moeten doen. Maar dan kijk ik naar Suriname en dan schrik niet.
er was, de president had het zelf ook aangegeven, de minister had, van Justitie had niet eens een veiligheidsplan voor de lokale want je ziet ook de hele stijging van de criminaliteit en suïcide en dergelijke. En het wordt gewoon niet aangepakt. En er was laatst ook weer de KC, de kopchef weer. Hij zegt, ja, we hebben nu wel een veiligheidsplan, maar we moeten het nog operationeel gaan maken. Ja. Ja, het is altijd vissen achter het net, zal ik maar zeggen. En hoe zit het nou met, daar hoor ik niets meer, veel meer van, dat spaar- en stabiliteitsfonds. Is dat inmiddels aan het vullen? Ja. Nou, ik hoor daar eigenlijk ook niks van. En het verbaast mij, want het is toen ingezet onder de vorige regering. Ja. De raad was benoemd. Men was op zoek toen naar een accountant. Die had men gevonden om in ieder geval de eerste storting te doen plaatsvinden vanuit staatsolie. Mm-hmm. Maar daar heb ik inderdaad helemaal nog niks over gehoord. Terwijl eigenlijk die wet gewoon staat. Dus dat gedeelte, dat dient de nodige aandacht. Mm-hmm. Dan had je ook nog, er staat nu nog steeds als zekerheden die zij afgegeven voor de lening van de centrale bank, de lening van 1 november 2019, waarbij de royalties toevloeien naar de centrale bank van IM Gold. Zou ook de versteviging moeten zijn van de internationale reserve en de dekking van onze SRD. Dan is daar ook nog aangegeven dat de staatsolie dividenden zouden worden geplaatst en gecedeerd bij de centrale bank, maar dat is allemaal nog niet voltrokken. Oei. Dus er is nog geen sedering plaatsgevonden. Dus het is echt even, goed. Zorgelijk, hoor. Een zorgelijke situatie, wat absoluut de aandacht is. Maar ja, voor mij is dat op een gegeven moment, wanneer een minister van Financiën komt in het parlement en zegt, ja, het is dure leergelden, dan denk ik, ja, we zijn hier niet om een lesje te gaan leren. Je bent aangesteld om beleid te voeren. Ja, precies. Voor de bevolking en niet iets te gaan uitvoeren waarbij 5 miljard verhaald moet gaan worden op de bevolking, want ja, we wisten het niet beter. Ja. Nou, dat kan ik me enigszins niet voorstellen. Hoe is het met je rechtszaak? In februari gaan we voort. Dan moet het Openbaar Ministerie aan woord komen. Mm-hmm. De stellingen in ieder geval onlangs in zaken EBS, dat beleid en beleidskeuzes niet vallen onder de noemer van het strafrecht, was voor mij al zeer duidelijk en erkentelijk dat het best een complexe zaak gaat worden dan voor het Openbaar Ministerie, zoals ze dat zelf ook hebben aangegeven. Maar nu ook de minister in het parlement onlangs heeft gezegd, er zijn geen regels voor benoemingen en de centrale bank en de staat zijn één. Ja, dan begrijpt de publieke sector en de uitvoerende macht het wel. Ja, laten we hopen dat... Meneer Van Tricht, Owen die stelt wel een vraag, maar hij houdt geen rekening mee dat de luisteraars thuis niet weten om wat voor rechtszaak het gaat. En we hebben niet zoveel tijd meer, we hebben nog maar een minuut. Maar zou u in het kort kunnen vertellen waar het over gaat? Oké, de centrale bank case, dat gaat erom dat er projecten zijn uitgevoerd waarvan het Openbaar Ministerie vindt dat die niet noodzakelijk of doelmatig zijn en buiten de taken vallen van de bank. Ik heb daarbij aangegeven van dat absoluut niet zo is, want ze zijn geïncorporeerd in het strategisch plan, goedgekeurd door de RVC onder advies van de juridische afdeling en meegetekend door ieder die betrokken was bij de bank. En de contracten en de vergelijkende contracten die zij aangegeven voor de projecten, die uiteindelijk nog steeds als onderpand staan en zekerheid staan bij de centrale bank, nog steeds valide zijn. Dus u kunt mij niet afrekenen dat ik de bank heb benadeeld en de staat heb bevoordeeld. Daar is immers ook niet de anticorruptiewet voor bedoeld. Want het gaat er duidelijk om dat u de staat moet hebben benadeeld en een particulier moet hebben bevoordeeld. Dus niet de staat hebben bevoordeeld om het betalen van salarissen. Want dat is immers uw taak, dat u continuïteit en stabiliteit moet in. Maar Robert, het OM moet zich ook houden, en dat geldt ook voor de rechters in Suriname, aan het legaliteitsbeginsel. Als er geen wettelijke bepaling strafbaarstelling ten laste wordt gelegd, dus geen straf zonder een daaraan voorafgegaande wettelijke bepaling. Dus
Het punt dat is, klopt. Het is vooral het bestuursrecht geweest. En vanuit het bestuursrecht, de artikelen die ze ten last hebben gelegd, die hebben geen verband, die houden geen verband met het strafrecht. Dus daar zie ik een allerbelangrijke omissie. Waarbij zowel het OM als de rechters een scheve schaats gereden hebben. Wat u zegt klopt helemaal. Iedereen kan de bankwet benaderen en downloaden en lezen. Als ergens staat dat u iets niet zou mogen doen, maar het heeft geen strafbepaling, dan weet u van tevoren niet dat u opgesloten zou worden. En dat is letterlijk wat u zegt, artikel 1 van het strafrecht. Het is in mijn beleving een politiek proces geweest. Ik kan het niet anders noemen. Ik kan het aan de heer Venlo vragen, hij is immers de wetgevende jurist. Zo. Ja, het opmerkelijke is dat als er geen schade is, dan vraag je je af, ja, maar waar praten we dan over? Dat zou ik in tweede instantie stellen, maar meneer Venlo, als ik u een vraag mag stellen. Ja. Als ik vind dat u elke dag om 8 uur op het werk moet zijn, want dat zeggen de richtlijnen, maar er staat geen strafbepaling tegenover. Kan ik hem morgen opsluiten omdat u 2 dagen die hebt overtreden? Ja, dat is mijn vraag. Meneer Van Dreek, Robert, ronden nu af. Ja. We komen in tijdnood te verkeren. Dank u wel voor het interview dat u onze luisteraars ook weer hebt geïnformeerd over de OMO's, openmarktoperaties en de effecten, de impact hiervan. Dank u wel en we komen ook weer bij u terug in de nabije toekomst. Goede jaarwisseling. Ja, dank u wel. Insgelijk. Goede jaarwisseling en ook aan de luisteraars. Jaar, gezinkend jaar. Ja, dank u wel. Insgelijk. Jullie ook hoor. Ja. En een groet aan Lilian. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het eerste uur van het programma Wel Geïnformeerd. Het laatste programma in dit jaar 2023. Tot zometeen in het tweede uur.